Huizenbezitters verloren afgelopen jaar veel waarde van hun woning. Verder dalen, die moeten gaan verkopen. En die komen echt in het probleem. De crisis slaat hard toe in Europa. Tot nu toe houdt iedereen zijn adem in, inclusief banken. En dat is wat je absoluut niet kan hebben. Terug worden verwacht dat het instort. Dit kan niet langer.